Ja, dat is wel fijn, hè? Het is wel lekker koel. Oh, ja, die gaat er nou goed. Oh, goed zo. Past wel. Ja, als mama er gewoon bij blijft, dan mag dat wel zeker kunnen, denk ik zo. Ja, goed hoor. Ja. Ja, dat is bijna best wel. Ja, net iets meer, hè? Ja, heel goed. Ja, want elke avond, hè, zoals ik al een aantal van jullie had verteld, en elke nacht ga ik dus met Oevoe, mijn oude trouwe uil. Ja, zo doet hij. Ja. Dan ga ik over de hele wereld. En dan strooi ik mijn magisch slaapzand. Hè. Dat had ik hier ook al laten zien, aan jou in ieder geval. Ja, dat had ik al jou gezien in je hand. Ja, precies. Ja, inderdaad. En dat zit dus hier. En dit is genoeg voor de hele wereld. Dit is het magisch slaapzand. Kom maar verder hoor, je mag wel verder komen. Kijk maar even wat je wil. Ja. En dan vlieg ik dus vanuit hier, hè, vanuit Bosrijk. En dan strooi ik als eerste over Bosrijk al mijn magisch slaapzand. Zodat iedereen hier lekker slaapt, want dat is wel belangrijk natuurlijk. Tuurlijk. Hè, als je hier komt slapen, hier slaap je en droom je het allerbeste. Ja, vooral dromen is belangrijk. Ja, dromen is heel belangrijk. Ja. En dan kom ik daarna over het Sprookjesbos. Nou ja, dat was het laatst. Dat was, zal ik vertellen? Ja. Wat is er? Nou, heb jij nog wat gevonden eigenlijk? Nee. Nou, nee. Nou, dat wil zeggen... Nee, wat? Ik heb niks gevonden. Nee. Ik heb iets gekregen. Oh, jij. Ik heb zand gekregen. Jij hebt zand gekregen? Ja, van de Vaak hier. Wat? Uw goede vriend, de Vaak hier. Ah, dus jij hebt zand gekregen van mijn goede vriend. Ja, nou, en kennen jullie de Vaak hier? Ja, dat is die ene, die... Die is op een magisch tapijt. Die is op een magisch tapijt, ja, dat is die. Dat is hem! Ja, dat is een hele... Ja, precies. Een hele goede vriend van mijn stad. Ja. En nou, daar kwam ik toevallig tegen, want ik was vanochtend heel vroeg in het Sprookjesbos. Goh. Ja, en hij zei, zou je dit zand willen meenemen? Ja. En dan geef ik dat aan jou. Ja. Nou, dat vind ik heel leuk voor je, dat jij dan zand hebt gekregen van... wat? Dan geef ik het aan jou om aan Klaas Vaak door te geven. Met de groeten van uw goede vriend, de Vaakje. Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Klaas Vaak. Is dat een cadeau van Vaakje? Ja. Voor mij? Ja. Oh, wat... Ja, dat is heel lief. Ja, ik weet ook heel goed wat voor zand dit is. Wat is het dan? Het is heel speciaal zand. Ja, dat heeft hij gevonden op een speciale plek. En ik weet ook precies waarom hij dat dan dus geeft. Want die speciale plek, daar was ik ook. Met hem ook, ja. En toen heeft hij dus, nou ja, dit wist ik dus niet. Maar toen heeft hij dit dus in een flesje gedaan, dat zand, van die plek. En omdat we daar dan samen zijn geweest, dan heet dit ook dus vriendschapszand. Mag ik hem even bekijken? Gewoon alleen maar vasthouden, hè? Gewoon. Kan toch wel? Gewoon even vasthouden. Ja. Ja, nou oké. Ja. Ja, omdat jij het zegt. Ja, dat kan wel even. Het is wel heel mooi zand, zie je dat? Ja, het is ontzettend mooi zand. Ja. Ja, dat komt dus van een plek waar wij dus een avontuur hebben. Er staat iets op. Ja, wat? Sabble. Nee. Sabble staat hierop. Sabble. Staat hierop geschreven. Sabble. Ja, jij weet het natuurlijk al lang. Nee, dat is niet sabble. Hallo. Kom er maar bij hoor. We zijn nou net aan het ontdekken dat hier dus ook sable staat. Maar sable betekent, dat is namelijk Frans. En dat betekent sabelen. Sabelen? Sabelen. Sabelen. Maar ja. Wat is dat, sabelen? Sabelen is zand. Ja, precies. Ja. Maar, weet u dan ook toevallig wat zand in het Engels is? Ja, dat weet ik wel, ja. Wat dan? Ja. Oh, sand. Sand? Yes. En wie weet er wat zand in het Duits is? Ik weet niet. Nee, dat weet je niet. Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Maar misschien weten papa en mama dat? Zand in het Duits. Nee, geen idee. Ja. Nou, ik zal het verklappen. Het ligt niet zo heel ver van ons vandaan eigenlijk. Hè. Het is namelijk zand. Nou, dat dacht u al, hè? Ja, dat zou maar zo kunnen. Zand. Maar dan weet u het, hè? Maar weet u dan ook, weet u dan ook het in Fins? Ja, die is wel grappig. Dat is pika. Of Spaans. Ah, arena. Mooi. Het is gewoon zoals in een arena. Hè? Ja. Maar wacht even. Ja. Chinees. Ja. Ja, die weet u niet. Jawel. Nee. In het Chinees is zand sha. Sha. Wat ook, wat hoor je niet, sha. Dat is vaak. Dat weet u eigenlijk veel, zeg. Nou ja, veel. Veel is wel weer heel wat, maar ik weet wel dat dit dus vriendschapszand is. En waarom ik dat dus heb gekregen, wat voor avontuur daar. Nou, vertelt u het gewoon. Ja. Dus, ja. Gewoon vertellen. Kan dat niet het volgende verhaal zijn? Nou, dat zou best wel eens het volgende verhaal kunnen zijn. Zal ik gaan vertellen over de nacht? Ja, dat is goed. Over de nacht dat de vaakje niet kon slapen. Ach ja. Zal ik dat vertellen? Dat is een leuke vraag. Ja, ik weet het. Ja. Want ik was dus inderdaad aan het vliegen en ik strooide mijn magisch slaapzand. En als eerste dus over Bosrijk. En toen dus over het Sprookjesbos ook. En toen kwam ik bij de Vaak hier. En die zat gewoon met open ogen rechtop op zijn magisch tapijt. En hij zei... Klaas Vaak. Ik kan niet slapen deze nacht. Ik heb op u gewacht. Ik daag u uit tot een duel. En van wie van ons is het meest snel? Het is toch... Ja. Bent u nou wakker gebleven omdat u zo ontzettend graag een wedstrijdje met mij wilde over wie het snelst kon vliegen? Jawel. Dat is een goeie. Maar het kan niet. Maar waarom niet? Ja, kom er maar bij, want ja, ik ben nou net begonnen met het verhaal inderdaad. Het gaat over Klaas Vaak die dus bij de Vaak hier komt. En de vaakje die kon niet slapen, omdat hij namelijk een wedstrijdje wilde. En dat kan niet, want ik moet nog eerst de hele wereld over. Ik moet mijn ronde doen. Ik moet iedereen laten slapen. Ik ben net begonnen met mijn ronde. Kunnen we die ronde niet wat sneller? Welke uil die is? Die is best snel. Nou ja, kijk, we kunnen... goed, we kunnen het proberen, hè. Ja. We kunnen bijvoorbeeld zo snel als een pijl uit een boog, zo. Of zo snel als een kanonskogel. Dat is ook mooi. Of zo snel als een raket. Of als een bliksemschicht. Oh ja! En zo snel als een bliksemflits gingen we over de hele wereld. En we waren dus inderdaad heel erg snel, pijlsnel zoals het heet, hè, waren we weer in het Sprookjesbos en op tijd nog voor de wedstrijd. Hé, Vaak hier, Klaas Vaak hier. Klaas Vaak? Ja. Ik heb weer een burgerwacht. Ja, en we zijn er. Blijft u maar zitten op die uilenrug. Oh. Wij vliegen naar Timbuktu-Toe en weer terug. Oeh, helemaal naar Timbuktu-Toe. Ik greep de teugels van Oevoe in stevig beet. En de Vaakje was al naast me. We gingen naar Aquanura, want een van de kikkers zou voor ons het startsein geven. Een kikker sprietst een spriets van het water van Aquanura. Het sprietst nog niet, hè? Nee. Dat klinkt ongeveer zo, hè? Pssst, zoiets was het. Ja. Nou, wacht ik nog even. Ja, we wachten. De kikkers zijn een beetje moe, denk ik, vandaag. Maar zo kunnen wij niet beginnen met de nee, zo komen we nooit natuurlijk, hè? Laten we dan nog eens eventjes wachten. Waar zijn die waterstralen? Waar is die waterspuit? Waar zijn die waterstralen met het geluid? Ja. Oh. Ja, ik hoorde een heel zacht sprietje, maar het was toch genoeg en daar gingen we op weg. En we gingen eerst over het Sprookjesbos heen, over de rest van de Efteling en daar kwamen de heuvels. Zacht glooiende heuvels, daar vlogen we overheen. Och, heerlijk. Oh, en daar kwamen we over hele donkere bossen. Even stil zo. Over de bossen heen en achter de bossen lag een dorpje met allemaal huizen. Zo, en een hele hoge torenspits. En helemaal boven op de torenspits en weer naar beneden. Zo, en dan kwamen we bij de bergen. Hoppa. En aan de andere kant, en het sneeuw was een keer. En na de bergen komt natuurlijk altijd een luchtzak. En daarna was het de zee. En de zee was heerlijk kalm. En na de zee kwam de woestijn. De woestijn. Wat is dit? Ja, het is zand. Maar we zijn toch niet Fins? Wacht. De Vaakje komt al dichterbij. Straks komt hij nog voorbij. Wacht nou nu. Daar. Daar. Ja. Wacht. Daar gaat de Vaakje. De Vaakje komt ons nou helemaal voorbij en verdwijnt daar in de verte. Wat is er nou? En uiteindelijk moest hij landen in de woestijn met mij samen. Wat is er nou aan de hand met Oevoe? Waar heeft Oevoe nou last van? Wat is dat? De hik. De hik? Wat is de hik? Je hebt de hik. Nou, wat moeten we nou doen? Want anders gaan we die wedstrijd nog verliezen en dat is toch wel jammer. Wat moet je nou doen als je de hik hebt? Ja, misschien moeten we haar laten schrikken. Ja. Is dat wat? Ja. Zeggen we boe, hè? Dan zeggen we boe, want dat hoort dan. Want dan ga je schrikken. 1, 2, 3. Boe! Ja, die is geschrokken hoor, dat is duidelijk. Ja. Nou, gelukkig. Dan gaan we weer verder. Kom, dan ga ik even, klim ik op je rug. Hè? Zo, en dan gaan we weer verder. Wat kunnen we dan nog meer doen? Wat kan je nou nog doen als je de hik hebt? Water drinken of zo. Wacht, ik weet het. Je adem inhouden. 10 tellen je adem inhouden. Dan gaat hij. 10, hou je adem in. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 3, 2, 1. Ja! Ah, gelukkig. Nou, nou is de hik weg. Dat scheelt, hè? Ja. Nou, dan gaan we eindelijk weer verder, want anders dan gaat de Vaak hier nog winnen, hè? Dat zou toch echt het laatste willen... Nee. Nog steeds de hik. Oh, ik wist niet. Dan gaan we linksom draaien, zo. Nee, rechtsom, andersom. Zo, en we waren zo bezig. In de verte kwam er een hele zandwolk. Zo, recht op ons af. Een zandwolk die zo tussen ons in terecht kwam en draaide en wij draaiden en wij draaiden en wij draaiden. En toen het zand gezakt was, stond daar Vaakje. 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 We konden niet meer verder vliegen. Oehoe kreeg de hik. En ik heb alles gedaan om die hik Ik heb haar laten schrikken. Ja, ja, wacht nou even. Ik ben nog even aan het vertellen over... en toen de adem in laten houden. En ik heb er linksom... Ja, wat is er nou? Oehoe. Wat? Oehoe. Hè? Oehoe. Hè? Oehoe. Nee. Oehoe! Helemaal geen... Oehoe. De hik is weg. Oehoe. Snel klom ik weer op de rug van Oehoe. En we vlogen tot we bij de Vaak hier kwamen. Ah ja. En toen vlogen we samen weer terug. Klaas Vaak, nog even een vraagje. Ja. Wie heeft die wedstrijd toen gewonnen? Ja, dat was wel een mooie. Nou, toen we dus in Sprookjesbos weer waren. En dat de Vaak hier dus op zijn tapijtje weer zat. En hij viel alweer bijna in slaap, want nu kon het wel. En toen zei hij nog net voordat hij ging slapen: Klaas Vaak, het maakt niet uit wie die wedstrijd wint. Elk van ons vond vannacht een nieuwe vriend. En toen viel de Vaak hier in slaap. En van de woestijn had hij dus wat zand meegenomen en dat heeft hij in dit flesje gedaan. Oh ja, ja, dat is waar. En zo weet ik dus ook... Vriendschapszand. Ja, precies. Dit is vriendschapszand en dat kunnen jullie ook maken. Huh? Als je een vriend of vriendin hebt en je hebt van op een speciale plek iets meegemaakt met elkaar, dan kan je daarvan iets in een flesje doen, zo, en het stopje erop en eventueel ook een zitteltje eraan, om eraan te herinneren dat die vriendschap er altijd zal zijn. Net als dat zand. Wat een mooi verhaal. Dat is mooi, hè? Een echt avontuur. Ja, dat was het zeker. Ik zal hem hier zetten. Nou, en als jullie dan ook een vriend of vriendin hebben, dan kunnen jullie misschien wel van haar of van hem gaan dromen. Ja. 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 Kijk. Ah, dat is ook een Hebben jullie allemaal wel een vriend of een vriendin? Ja. Mooi zo. Oh ja, dat is leuk. Dan kun je die dus daaraan denken. Ja. Met dat zand, waar je dat avontuur hebt gevoeld, meegemaakt. Ja, dan heb je dat ook daar gevonden. Ja. Dus dat is waar. Ja. En dan doe je zo, hè, straks dan zo. Kunnen we nu wel alvast even oefenen, zo. Een dekentje, zo, onder je baard, zo. En dan doe je... Wacht even. Ja. Kinderen hebben geen baard. Nee. Oh. Nee toch? Oh, nee. Nee, kinderen hebben geen baard. Nee, jullie hebben natuurlijk helemaal geen baard. Ja, nee. Ja, nee, dat duurt. Want kinderen, die hebben een kin. Een kin wel. Nou, dan doe je die deken onder je kin. Dat mag ook. Ja. Zo. En dan doe je je ogen dicht. Ja. En dan ga je voor je zien die vriend of vriendin en misschien wel dat wat je dan hebt meegemaakt en waar dat is. Ja. En dan droom je daarvan. Je allermooiste droom. In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met Oevoe op bezoek bij iedereen. In de nacht, in de nacht, in het licht van maan en sterren, blaas ik al mijn slaapzand over alle kindjes heen. Dat zijn jullie ook, hè? Ja, ja, dat je niet denkt van ja, maar heb je echt wel, ja. Mijn taak is pas volbracht als iemand slaapt en lacht. Dan fluister ik slaapzacht in de nacht. Slaapzacht. Slaapzacht. Goeienacht. Goeienacht. En dankjewel voor het komen luisteren. Ja, zeker. Ja, ja. We zijn nog niet helemaal in slaap, begrijp ik.